speciaal voor de Haarlemse studenten. Dit is Rotterdam. De Zwaan Luxor Theater. Havengebouw. Daar zie je nog net heel klein beetje Hotel New York. Hier is de haven. Dat zijn de noodgebouwen in Holland. Dit is in Holland. Rotterdam zelf. Daar ga ik nu naar binnen, want ik ga op weg naar de lectoraatskamer van het lectoraat Digital World. Het is een iets andere entree dan bij Haarlem. Hi Aisha, goedemorgen. Dit is zeg maar een beetje om een indruk van pand geven hoe het eruit ziet. Dit is hier de catering, die is deze week vernieuwd geopend. Lichte gebouw. Dan film ik even zo achteruit. Het studentengedeelte, het studentenrestaurant, helemaal verbouwd dit jaar. Het is allemaal nieuw. De Korte Greef Lounge is omgebouwd van rokersruimte naar werkplekken, zie ik. Dit zijn drie glazen liften die naar de 7e verdieping gaan. Onze mediatheek. En hier hield vroeger het pand op. En gaat het nu door. Dus ik moet nu voor het eerst deze kant op. In de nieuwbouw. Oh, wauw. Ik heb dit een beetje te zien. Redelijk indrukwekkend. Hey, goedemorgen. Onderzoeksplein. Ik neem aan dat ik daarin thuis hoor. Wauw. Allemaal nieuw. Je kunt hier vandaan, kun je daar zo die grote zijaanbouw zien nog. Hier zitten mijn collega's. Dit zijn de lectoraatskamers. Dit is een vrij tricky trapje, want als je het niet in de gaten hebt, dan liggen ze alweer beneden. Wat een totaal andere wereld. Aan de vorige kamer. Goedemorgen. Ja, dit is ons plekje. Leuk dat je het gaat morgen pas op YouTube, Piet. Ik heb je mooie schip laten zien, hè, van Barbara. Mooie schip? Maars met lichten. Oh ja.